Sam, het is jouw tweede keer. Ja, ik zou zeggen, heb je er nu met de hond over gepraat? maar dat kan natuurlijk niet. Maar hij hield zich geweldig gedijst. Ja, dat zal vandaag ook niet anders zijn. Ja, maar vandaag hangt hij wel aan de leiband. Dat was vorige keer niet. Ja, maar ik zei het daar straks al tegen. Xavier is vandaag iets lastiger. Dus ik heb toch de leiband geweten, maar nooit als er dan iets is dat ik even... En wat bedoel je met lastiger? ja. Soort dat bedoel ik dus met lastiger. Ja. Ja, dat hij snel reageert op het woord lastig. Ja, ze ziet er een beetje geïrriteerd uit vandaag. Dus, Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar ga er rekening mee houden. Ja. Ben je met haar naar puppytraining geweest? Ja. En zo? Oh, echt waar? Ja, ja, ja. En ben je heel consequent ook? Ja. Dat is belangrijk, hè? Ja, echt bijna autistisch. Ja. Oh ja, ja, dat is wel nodig. Ja. Maar de puppytraining is ook heel weinig. Dat is gewoon je hond loslaten en laten vechten met andere hondjes. En daar gewoon op toekijken. En... Nee, dat zijn hondengevechten. Dat is iets anders. Dat is een illegale hondengevechten. Nee. Maar hoezo? Dan ga je erbij staan en zij zijn aan het vechten en dan? Ja, en ondertussen de baasjes die worden dan opgeleid door de trainer die dan meegeeft hoe dat je moet reageren op welke situaties. Dus, is dat per categorie dat elkaar, of is dat zo puttels tegen chihuahuas? Ja, nee, of... tegen een chihuahua zal ze nooit mogen spelen. Oké. Okay. Nee. Ja, ja. Oh? Ja, nee, het is prachtig toch? Het is ook... Ja. Ja, nee, het is zo mooi. Wat verwacht jij van Joke Immers? Het was heel fijn. Het is afgelopen zomer bij Radio 1 in de ochtend hebben we een gesprek gedaan vlak voor ze naar Theater aan Zee vertrok. Ja. En dat gesprek heeft veel langer geduurd dan eigenlijk voorzien was, omdat het gewoon een heel tof gesprek was. Zeg, niet van die moppen, hè. Oh, was wat met dat nou? Begin maar opnieuw. Ja. Ja. En dat was, een heel tof gesprek. Ja, is heel, West-Vlamingen en Limburgers, dat klikt ook. Dat klikt. Ja, Limburgers klikt met iedereen, toch? Maar ik... Ah, ja, kijk nou. Toch waar? Ja, is dat een heel leuk volgens mij wel. Ja, zelfs met Nederlanders. Echt waar? Ja, inderdaad. Jullie hebben toch ook een Limburg? Ja, we hebben ook een Limburg, maar daar zijn wij niet zo dol op, geloof ik. Bij ons is dat wel minder geliefd. Okay. Maar bij jullie lijkt... Jij lijkt heel geliefd, ja. Ja. Toch? Ja, dat is zo, hè. Ja. Ja. Dag Mark-Marie, dag Jonas. Volgens mij is het de eerste keer dat jullie samen zitten. Ja? Ja. Ja. Kennen jullie elkaar een beetje? Of, Niet zo heel goed. Ik denk dat wij elkaar voor het eerst gesproken hebben op die dag waarop de trailer van De Slimste Mensen was. Heel tof. Dat was, heel de jury was daar. Dat gebeurt normaal niet vaak, dat iedereen daar samen is. Jij was daar ook. Voor de rest was het wel een heel leuke dag. Nee, Joke Immers strijdt in het spel vandaag. Wat verwachten jullie ervan? Veel. Veel? Ja. Ik ken haar uit Cowboys, want dat werd niet bij ons uitgezonden, maar daar heb ik de DVD van iemand gekregen. Ah, ja. En dat vond ik geweldig. Ja, vond ik jou heel erg goed in ook. Dank u. Echt, ja, heel goed. En, dus ik verwacht er wel veel van. En trouwens nog een tip, Joke. Ik denk dat je heel hard moet proberen inleven in de rol van Xavier Taverne. Ja, ik denk ook dat dat een goeie is. Dus, ja, dat is inderdaad heel straf. Sammy is er ook met de hond. Zijn jullie gecharmeerd door de hond? Ja, ik vind als je heel snel kijkt, is het net een kleedje. Want zo, snap je, als hij zo ligt, zeg maar, dan heb je niet, dan lijkt het net een jas die ligt. Maar ik vind, ja, hij is heel lekker rustig en zo. En hij heeft een blauwe tong, hè? Ja, klopt. Ja. En waar komt die vandaan? Ik denk dat dat een Chinese hond is of zo, vermoed. Het is een liberaal trekje. Ja, welk dier zouden jullie meebrengen? Stel dat je nog eens kwam en je mocht een dier meebrengen. Ik zou Jonas gewoon weer meebrengen. Nee, Xavier Taverne, ja, straffe speler. Ja. Ja. Maar je hebt hem nog niet gezien, denk je? Ja? Je hebt nog niet in de uitzending gezeten? Nee, ik heb hem wel sinds 7 dagen gezien, hoor. Ah, ja, okay. Maar ik heb hem niet nog hier in de quiz gezien, nee. Maar ja, als hij zo vaak... En ja, jij zit natuurlijk ook bovenop het nieuws. Ja, ik ben er toch wel vaak mee bezig. Ja. Ja. Dus ja. En als je... Want je hebt toch... Heb je gestudeerd? Nee. Ah. Nee, we hebben wel een aantal pogingen gedaan. Maar dat is meestal geëindigd met een fles wijn die openging en er is verder niet meer geoefend met vrienden. En... Oh, nee, ik bedoelde meer in je studie. Ah, okay. Heb je studie? Wel, ja, ik denk, ja, altijd geprobeerd, maar altijd gedronken. Nee, ik bedoel meer... Dat is een... Mooi, nee, maar ik bedoel meer, heb je gestudeerd qua een studie gedaan? Ah ja, of ik iets gestudeerd heb? Of jij iets gestudeerd hebt? Communicatie. Ja. Oh, communicatie. Ja. Dit ging niet goed, hè? Al. Nee. Nee. Het was een ruis tussen zender en ontvanger. Ja. Nee, dat ging niet goed. Nee. Okay. Nou ja, heel goed. Breugel, de oude en de jonge. Het zijn verschillende werken. Sommige van de oude, van de jonge. En je ziet een beugel, hè? Ja. Ja, ooit een beugel gedragen? Nee. Nee? Nee. Maar ik heb nu zo'n tante die vooruit komt en dat vind ik dan jammer. Ik had dan misschien toch liever een beugel gehad vroeger.
Nu daarmee ga, ja, maar kan dat... nog, toch? Ja, maar nu vind ik dat raar, omdat je dan met een beugel moet rondlopen. Maar je ziet daar toch niks van, Joke? Ja, ik lach veel, hè, dus dan zie je de hele tijd in een beugel tevoorschijn. Ja, 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 tuurlijk, maar ja, ik zie die tand niet vooruitsteken. Ah, nee? Als ik zo doe? Ja, dat zit in mijn kop, hè. Dat zit, ja, allemaal in mijn hoofd. Zie jij dat? Ik zie er niks van. Nee. Nee, maar ik zit ook niet heel dichtbij. Maar het gaat ook altijd over of jezelf. Want jij ziet er elke keer als je in het spiegel kijkt, zie je die tand. Ja, maar ik erger me er niet aan. Dus hoe, nee. Ah, okay. Oh, dat zou ik niet doen. Nee. Heb jij ooit een beugel gedragen? Nee. Ja, ik heb twee tanden die zo achteruit staan. Dan lijkt het net of ik konijnentanden... Dat zie je niet. Nou, jawel. Nee, omdat ze zodanig achteruit staan. Ja. Nee. Ja. Ja, ik heb, ja, heb jij ook ooit een beugel, ja, heb ik ook. Ja, een brug. Een brug? Een brug? Ja, beugels bestonden toen ook. Ja, dat is... Oh, dat is duidelijk. Dat is een Duitse brug uit die tijd. Nee, ik heb lang een brug gedragen. Ja. Oh. Ja. Maar een brug, er zijn dan toch neptanden? Nee. Nee, dat was zo'n soort ijzeren tangetje dat daarvoor zat. Ja. En dat had als functie... Ja, dat trok je tanden achteruit. Hè. Vroeger had ik echt konijnentanden. Oké. Okay. En nu is alles in orde met mijn gebied. Modeblunders, hebben jullie het wel eens meegemaakt? Ik heb één keer, ja, en ik schaam mij daar nog altijd voor achter stommiteit begaan. Ik had op een begrafenis grijze sokken aangedaan. Ja. Maar ik vertel het verkeerd. Ik had alleen maar grijze Nee, 101. Zou jij 101 willen worden? Ik zou al blij zijn als ik 60 kan worden. Ik ben een gigantische hypochonder en ik denk altijd dat ik ga sterven aan van alles. Nee, dus als ik nu een contract kan tekenen dat ik 60 jaar oud word, dan zou ik bijna durven tekenen. Maar Sammy, ben je zo vaak ziek? Of? Niet vaak ziek, maar ik ben altijd bang om ziek te worden. Dus ook als ik naar een publieke wc moet gaan of zo, dan is dat altijd via ellebogen en schoenen en van alles doen om aan niks te moeten komen. Heb je dan zo'n busje? Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ja. En ga je heel veel naar de huisarts ook? Van ik heb hier last van en daar last van? Nee, omdat dat altijd tot ruzie leidt. Omdat ik altijd eerst op Google mijn eigen zoekwerk doe. En dan denk ik van, ik denk dat je gelijk hebt, maar anderzijds heb ik op Google dit en dit ook wel gelezen. Maar Google is altijd fout. Hè. Ik ga altijd, als ik iets heb, zo op Google kijken. En dan binnen de kortkeren ben ik als behandeling geen zin meer heeft. Dus ik ben meteen. Echt waar. Wat je ook hebt. Dus meteen de tweede als behandeling gezin maar heeft. Nee, zou jij 101 willen worden, Jonas? Mag er ook een gevoelig momentje in de... Graag. Ja, zeker, ja. Eigenlijk, ja, kom maar. Als ik mijn 101ste verjaardag voorstel, dat is... 'S morgens word ik wakker naast mijn vriendin, ja, die nu prachtig is en dan nog altijd prachtig zal zijn. En we bedrijven nog eens de liefde. Ja. 'S middags doen we onze allermooiste kleren aan. En we gaan naar een chic drie-sterren-restaurant. En s'avonds gaan we... Ja, dan nodig ik iedereen uit die ik graag heb. En dan drinken we 3 flessen Chateau Petrus uit. Ja. En daarna gaan mijn vriendin en ik op bed liggen. We kijken elkaar nog eens aan. En zo slapen we zachtjes. En zonder verdriet, zonder spijt. En sanderendaags fris uitgeslapen, weer hetzelfde. Poepen, eten, zuipen, slapen. Poepen, eten, zuipen, slapen. Al tot ik 120 ben. Ja. Nee, mooi verhaal toch? Ja, dat is een mooi verhaal, ja. Ja. Ik ken wel het verhaal. In Nederland heb je ooit een echtpaar gehad. En die waren ook heel erg oud. En die wilden samen euthanasie plegen. Ja. Tenminste, dat dachten ze. Ja. En toen zei die man, goh, jij hebt al heel veel tabletten altijd genomen. Dus we zullen eerst jou wel doen. Dan ga ik meteen daarna. Dus toen was zij dood. En toen is hij is met de jonge vriendin in Zwitserland geworden. Dat kan ook nog, hè? Bij euthanasie altijd goed opletten dat de ander ook doet. Maar zo'n lepeltje, niet? Wel, dat is heel goed. Ja. Koppels die fysiek contact maken tijdens de nacht zijn gelukkiger dan partners die elkaar niet aanraken. Maar 2 meter ertussen! Gewoon in een andere kamer, gewoon. Ja, dan heb je... Ja. Nee, dat zat er eigenlijk in als mopje. Maar ik denk, ja, gelukkiger, maar dan slaapt het toch zo slecht, nee? Ja, maar het is gewoon, het maakt je leven... Je slaapt misschien wel iets slechter, maar je voelt je gewoon gelukkiger en warmer en geborgener. Als je probeer het eens. Ja, maar met 2 meter tussen is er nog plaats voor de minnaars ook. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Of nee, Sammy was er het dichtstbij, hè? Letterlijk. Ja. Laten jullie voldoende afstand in bed? Of liggen jullie ook dicht? We slapen niet samen. Nee, nee, nee.
Nee, nee. Ben je geschrokken van het antwoord, Mark? Wat? Nee, nee. Ik dacht er wel dat ik tegen elkaar aan was. Beter, hè? Ja. Ja. Nee. Dat is toch ook... slaap jij tegen iemand aan? Ja, soms ja. Ja. Als het niet te duur is. Ja, je betaalt inderdaad wat extra. Ja. En die meter blijft maar draaien. Weer in. Welke Amerikaan is de best betaalde tv-presentator ter wereld? Dr. Phil. Dr. Phil, inderdaad. Verdient 68 miljoen euro per jaar. Dat is toch redelijk, redelijk bedrag. Hè? Ben je fan van Dr. Phil? Fan? Niet meteen, nee. Maar je hebt hem al bezig gezien? Ik heb hem al eens bezig gezien. Nee. Ja. Je blijft er altijd heel gebiologeerd naar kijken. Serieus? Ja. Ja. En je blijft er altijd bij hangen en denkt, maar wie zit daar en waarom kom jij je verhaal doen? Zwijgt, zwijgt. En wat voor verhalen zijn dat dan? Ik heb dat nog nooit gezien. Oh, vader is verslaafd bijvoorbeeld. En moeder is prostituee. Nee, maar die is prostituee. En die hebben dan een kind. En dat kind, snap je? En waarom je blijft kijken, omdat hij dan zegt... En na de reclame komt de oma. Denk je, oh, die oma wil ik ook nog wel even. Dus je blijft elke keer blijf je kijken. En dan maken ze ruzie over, gaan we ons kind opvoeden als verslaafde of als prostituee? Ja, of een verslaafde prostituee. Ah, ja, ja. Als ze overeenkomen, ja. Doen alsof ze dood zijn? Klopt, ja. Nee, ze doen alsof, laten zich echt gewoon als een baksteen vallen uit de lucht. Wow. Dat die opdringerige mannetjes direct doorhebben. Allee, doordat die denken van, nee, ze is dood. Ja. Ja. Oh, ze is dood. Ja. Ah, grappig. En dat werkt, ja. En dan zullen er toch wel libellen zijn die denken, ach, nou ja. Nee, maar dat is echt waar, hè, want jij bent een dierenkenner. Ja, het is echt waar. Ja. En zijn er... Nee, over libellen weet ik niks. Dat weet ik niet. Ah, nee. Dus dit was nieuw voor jou? Ja, dat is echt nieuw. Nee, nieuw is echt, ik schrijf het direct ook op, want het is heel interessant. Ja. Nee. Wat doen jullie als jullie geen zin hebben in een vrijpartij? Ik verlaat uw loge onmiddellijk. Maar je moet wel oppassen met dat lachen, want Pamuk gaat denken dat je zo'n groot piepspeelgoedje bent. Nee, ah, nee, ik ben niet zo'n cocktailkenner. Nee. Nee, we zullen de rekening houden. Drink je veel kava? Of, Ja. Nee, drinken jullie graag cocktails? Mijn favoriete cocktail is eentje die niet veel mensen kennen. Dat is gin, cola, rum, tonic. Ja? Heb je daar al van gehoord? Of alles? Nee, nog niet van gehoord. Nee. Dat is heel, je hebt daar niet veel voor nodig. Dat is een lang cocktailglas. Ja? Een derde gin. Ja? Een derde cola. Mm. Een derde rum. Ja? Een derde tonic. En een schotelvot omdat een derde dat je te veel in je glas gedaan hebt op te kruisen. Heerlijk. Ja. Nee, zijn jullie gedoopt? Nou, ik ben gedoopt op kerstnacht. Oh. Oh. Ja. Dan zong het koor zong dan, er is een kindje geboren op aard. En dan kwam mijn peettante met mij zo de kerk in. Oh. Mooi, hè? Ja. 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 En hoe oud was je toen? 22. Nee. Nee, het was ik 3 dagen. Wel, hè? Nee. Ja. Wat is jouw geboortedatum dan? 21 december. Oh, nee, mooi. Hadden uit kunnen rekenen. Ik zei 3 dagen. Kerstmis. Ja. Dat ging te snel bij mij. Nee, dat ging echt te snel. Ja, Joker. Westen. Westen. Ja, westenwind. Ik dacht Wiltura. Die heeft noorderwind. Dat is okay. Noorderwind. Ah, okay. Ja. Nee, het is goed dat je het nog eens uitlegt. Nee, golf. Hebben jullie wel eens gedaan? Ik wou het heel graag leren en ik had mij ingeschreven in een golfclub. Ja? Maar ja, ik vond dat belachelijk. Ik ben op de eerste dag al buiten gezwierd omdat ik niet de juiste kleren aan had. Ze zijn daar heel strikt op van wat dat mag en niet mag. En wat had je dan? Wat had je dan? Gewoon mijn grijze kous. Ik ga er niet op komen. Nee. Mark Marie, weet jij het? Ik snap de hele vraag niet. Nee, ja, ik zag je ook. Ik snapte het niet. Dat was de eerste dag van de Secret Service. De eerste dag van de Secret Service. Ja, en die dag werd, s'avonds, dus s'morgens tekende hij de... S'avonds, Lincoln.
Klopt, inderdaad. Ja. Is Lincoln in theater? In theater, door? Door Booth. Klopt, John Wilkes Booth. Ja, nee, maar... In 1865. Nee, hij was een acteur. Wauw. Die... waarom? Hij wou aandacht. Tenminste, hij wou aandacht. Hij had slechte recensies gekregen en hij wou aandacht. Dus hij dacht, als ik Lincoln vermoord, dan word ik heel veel van die mensen die iemand gaan vermoorden, die doen dat om zelf bekend te worden. Ja, maar was dat bij hem ook het geval? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, en mocht hij dan ineens heel veel in theaters gaan spelen? Ja, toen heeft hij zo'n programma gekregen. Maar wat is dat? Wat is dat? Een East... Dat wordt ook zo'n drugsmokkeltasje genoemd soms. Ja. Maar dat is keihard. Ja, ik vond dat handig. Maar toen heeft een vriendin van mij gezegd dat dat niet meer mocht. En toen heb ik een chakos gekregen. Oh. Wel een hele mooie. Hele mooie, ja. En kan daar meer drugs in die chakos? Ja. En dat heet East Pack of... Nee, dat is het merk. Ah, dat is het merk. Ah, okay. Maar eigenlijk heet het Fanny Pack of zoiets. Ja. Ja. Zo'n heuptasje, hè? Ja, zo. Ja, maar dan doe je het zo. Okay, en dan is het geen heup, want hier zit je heup niet. Nee, tenzij je gruwelijk misvormd bent. Gruwelijk ja. Nee. En dragen jullie wel eens namaak? Of hebben jullie wel eens namaak? Ik wel, ja. Ja. Mijn t-shirt is van Ronnie Hilfiger. Ja. Dat is Ludo Bos. En mijn broek is van... Wacht hoor. Ampario Ermoni. Ik dacht, we zitten toch ook in een soort namaakquiz, dus. Ja. Passend kleden. En Xavier? Ja, met anchovies en zo. Anchovies? Ja, waar ik dat ga halen, zit er anchovies tussen. Ah, ja, oké. Okay. Dat is goed. Heel lekker. Ja, shit. Heb jij wel eens een Martino? Ja. Maar altijd zonder ananas. Ja. Ja? Dat is toch altijd zonder ananas? Ja, ik zeg het, altijd zonder ananas. Polonaise? Als het echt moet. Maar... Als het echt moet. Ja. Ja, je wilt ook zo niet de enige zijn die niet meedoet. Nee, maar... dat is wel. Ja. Als ik mag kiezen, liever niet. Nee. Ja. Je begint nooit. Nee, dat zeker niet. Nee. Dat is moeilijk, beginnen. Met de Polonaise, hè? Ja. Ja. Ik heb dat één keer proberen zo op gang te trekken, de Polonaise, maar er wou niemand aansluiten. Ja. Ik weet niet, was dat niet omdat ik mijn grijze sokken aan? Of omdat dat op die begrafenis Heel neerpelt is blij, heel liever is blij. Maar jij ook, Jok. Ja. Maar ja, sorry, ik laat me ook zo gaan in dit spel. Ik ben wel heel blij, ja. Ja, dat vinden we helemaal niet erg. Ik had het niet verwacht. Ja, nee, enthousiasme is toch mooi? Dat is toch mooi, Xavier? Ja, fantastisch. Ja, nee. Ja. Maar ik ben heel blij voor... Het is de eerste keer dat hij niet wint, hè? Ja, ik vind het echt zot. Ja, sorry. Nee. Ik ben echt blij. Ja. Ja. Nee, het was mooi om te zien. Je komt morgen terug. Ja, graag. Misschien stoot je wel door naar de finale week, volgende week. We zullen zien. Wie zal het halen van de twee mannen, denk je? En de hond. Ja. Nou, ik vind dat Sammy mag winnen, omdat Xavier al sowieso mag terugkomen. Ik vind dat Sammy dan nu mag doorgaan. Je hebt er zelfs over nagedacht, heb ik indruk. Nee, maar ja, ik vind dat. En ik vind die hond ook heel gezellig. Ja, dat is waar. Die is heel gezellig. Is weer braaf geweest, hè, Sammy? Pamuk. Ja, meestal wel, ja. Ja, nu toch ook. En ze is Xavier aan het wegduwen, dus ik hoop dat het toch een beetje naar het beste. Allee, alle tegen één.